Nieuwe Oogst TV wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Energie. Meld u ook aan voor het grootste energiecollectief van de agrarische sector. Dit is Nieuwe Oogst TV met agrarisch nieuws in beeld met vandaag de volgende onderwerpen. Export agrarische producten stijgt met 700 miljoen euro. Meten van bekkenmaten goed voor hogere fokwaarden. En Nederland presenteert zich op de Grüne Woche in Berlijn. De export van Nederlandse agrarische producten is in 2015 gestegen met 700 miljoen euro ten opzichte van 2014. De totale export bedroeg in 2015 82,4 miljard euro. Dit maakte staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken bekend tijdens de internationale landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. Duitsland is met ruim 20 miljard euro de belangrijkste handelspartner. Bert van Abelen was donderdag met het meten van bekkens in de weer op het vleesveebedrijf van Jaap en Marga van Beukelen in Pessen. Met een grotere bekkenmaat kunnen keizersneden worden voorkomen. De bekkenmaten van de koe worden meegenomen in de fokwaarde van de fokstieren. We proberen zoveel mogelijk dieren te meten om een betere fokwaarde te kunnen bepalen. En belangrijk is het om te gaan proberen bij de ruimst gemeten dieren om ze natuurlijk af te laten kalven. Iedere koe die heeft een vader en als die vader geregistreerd is, krijgt die vader ook een bepaalde fokwaardes. En zo komen we steeds verder met de fokkerij. We willen dit ieder jaar volgen, zodat we de maten ook kunnen volgen wat de koe uitgegroeid is. Op de Grüne Woche in Berlijn presenteerden Nederlandse bedrijven hun Hollandse waar aan de Duitse consument. Ruim 500.000 Duitsers vinden op het Nederlands paviljoen producten als de Conferanspeer, Hollandse geitenkaas, het Holland varken en kalfsvlees van Van Drie Groep. Marokko is dit jaar het partnerland van de Grüne Woche, waar dit jaar 68 landen aan deelnemen. De internationale Grüne Woche is de grootste land- en tuinbouwbeurs ter wereld. Het is voor veel bedrijven interessant om van de derogatie af te stappen. Dat denkt zaadveredelingsbedrijf KWS. Het bedrijf heeft onderzoek laten doen bij Wageningen UR Livestock Research. Hieruit blijkt dat het voordeel van 75% mais en 25% gras ruim 13.000 euro is. Ongeveer 2/3 van de melkveehouderijbedrijven doen aan derogatie. Met die omschakeling dan mag je rekenen dat er een verschil is ten voordele van de 75 mais en 25 gras. Ongeveer van 13.500 euro per bedrijf met 100 koeien en 50 hectare grond. Oké, dat is de moeite. Dat is een hele hap geld waar vele mensen op zitten te wachten, denk ik. Tot slot het weerbericht van agrobieradvies.nl. Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws, check www.nieuweoogst.nu of volg ons op Facebook, Twitter of YouTube. Nieuwe Oogst TV werd mede mogelijk gemaakt door LTO Energie. Meld u ook aan voor het grootste energiecollectief van de agrarische sector.